It's time for Vectorsbazen! De Vectorsbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of in je oren. Hoe je deze podcast op tot je neemt of vanaf je YouTube, Spotify, Apple Podcasts is. We zijn elke week met de favoriete verhalen van je favoriete vechters, coaches van nu, morgen of van gisteren. Anyway, de man die we vandaag hebben is van al die periodes. Hij is onze enige Hall of Famer in de Vechtersbazen Hall of Fame. En ik ben blij dat hij weer terug is. Ik heb een tijdje niet gezien op deze plek, Mike. Welkom. Bedankt. Ja. Goed om te zijn weer. Ja, we hebben genoeg te bespreken met jou. We gaan onder andere over Glory van afgelopen weekend praten. En nog veel meer. Naast jou, Rilla. Ja, goed dat je er weer bent. We zijn er. Vorige week zat je op deze plek. Ik had vorige week jou even overgenomen, maar nu zitten we lekker weer hier. Hoe vond je dat? Ja, dat was top, man. Ja. Maar jij moet het lekker daar blijven doen. Ja, ik ben blij dat je er bent. Het was hartstikke leuk met Insel. Ja. Mike, voordat we in de materie gaan duiken. We doen dekking laag. Hebben we met jou nooit gedaan, hè? Nee, ik heb nooit met dekking laag. Nee, dat bedoel ik, ja. Gaan we nu wel heel even doen. Ik krijg 10 stellingen van mij. Mag je lekker snel op reageren. En dan kunnen we daarna misschien over doorpraten. Ben je er klaar voor? Tuurlijk. Hey, boksen of kickboksen? Kickboksen. Kickboksen of WWE? WWE. Ik heb je langer over nadenken bij boksen, dat vind ik verrassend. Hazes of ribbons? Hazes natuurlijk. Hazes is basis. Ja, ik dacht misschien een kleine vogel. Dat is Arie Peschier. Ik ken mijn klassiekjes niet eens. Friet of patat? Patat. Yeah. Technisch sparren of gehaktdag? Nee, buiken. Gehakt. Begin of het einde? Begin. Ouder en wijzer of nog steeds aan het leren? Altijd lerend. Knock-out of domineren op punten? Nee, knock-out. Het laatste kampioen. Oh nee, ene laatste kampioenenmaker of talentenkweker? Kampioenenmaker. Slim of sterk? Sterk. Ja. Ja, als je allebei bent, dan heeft niemand je ooit wat te maken natuurlijk. Maar, ja. Ja. Ja, WWE moet je wel heel lang over nadenken, man. Ja, nou kijk, kickboksen is natuurlijk mijn passie. En dat is ook mijn brood. Dus dat is logisch. Maar ik vind WWE vind ik gewoon geweldig. Degene wie erin meedoen. De mensen, hoe ze, je moet het zo zien, iedereen weet dat het nep is. Dat weten kinderen. Vanaf 8 jaar trap je er al niet meer in. Maar toch 4 keer per week zit die zaal vol. En die mensen weten het zo goed te verkopen. Dat ook nog 3 keer per jaar zitten er 70.000 mensen, 70 plus 1000 mensen erin. Ja, nogmaals wat ik zeg, het is allemaal nep. Maar er zitten toch de helft van die zaal is gevuld. En iedereen heeft een shirtje, een petje, een masker, een dingetje. Weet je, dat is zo goed in elkaar gezet. En als je ook bijvoorbeeld kijkt, Making of WrestleMania, dan zie je sommigen zijn ze ermee bezig met 1 wedstrijd te maken. Er wordt echt over nagedacht. Mensen worden gebracht zoals het, ja. En als kickboxers daar een beetje een voorbeeld aan nemen, hoe die mensen zichzelf verkopen. Dan zitten wij ook met wat vollere zalen. En kunnen de prijzen iets meer omhoog. Ja. En verdienen we allemaal iets meer. Ja, we hebben wel eens discussies gehad over WWE. Ik vind het wel mooi. Ik vind het over het algemeen niks. Alhoewel ik het vroeger, inderdaad als klein, vond ik het wel te gek. Hulk Hogan en Macho Man en ja. De Rich Bulldogs. Noem maar op. Nou, noem je wat. Hulk Hogan en de Macho Man gingen samen. Ja. En toen hebben ze een soap gemaakt. Iedere week. 20 tot 25 minuten. En had je General Hospital, dat was de best lopende soap in Amerika. Maar hun soap, omdat die Macho Man, die was natuurlijk jaloers en die had die Lovely Elizabeth. En hadden ze het zo gedaan dat die Macho Man was gewoon jaloers op Hulk Hogan. Terwijl het ook hun wel ook weet dat het nep is, maar het was zo gedaan dat ze trokken meer kijkers dan de best lopende soap. En dan moet je toch veel hebben, hè? Ja. Wil jij niet een keer meedoen met... Ja, ik zou je wat zeggen.
Ik heb nog ergens een contract leggen ervan. Van NXT. Dat is de eerste divisie van, van WWE. Samen met King Mo. King Mo zou de eerste MMA-vechter worden die en MMA deed en dat worstelen. Toen vocht we eerst tegen een Pool. King Mo is naar Nederland gekomen. We hebben getraind. En hij moest vechten, maar omdat ik natuurlijk altijd het schreeuwen ben en met water aan het gooien. Dat vond die man zo mooi. Hij zegt, nou, als King Mo, dan moeten we jou hebben als een soort sidekick. Ja, beter kan het toch niet? Dus ik had het al helemaal geregeld. En toen moest King Mo tegen die Newton. Die Braziliaan. Ja. En toen zei ik van, moeten we dan komen? Ze zei, of hoe gaan we het afspreken? Deze rol ik zo op. Ik train wel met Jeff Mayweather. Die stille Mayweather van de groepie. En dat is allemaal van de tikkies. En wij zijn allemaal lang werk. En hij komt even dichtbij getikt. Krijgt een backfist, pap, slapen, klaar. En dat hele, wat ze hebben toen een ding opgenomen. Een documentaire over King Mo. Die duurt 2 uur. Die werd helemaal dat hij kampioen werd. En die is ook nog voor een deel uitgezonden. Dus ook bij ons in de sportschool opgenomen. En die werd in één keer, die man die komt zo en die zegt, jongens, sorry. Ik schreef ze uit het contract en klaar. Nee. King Mo is nu wel nog steeds, en die is nu wel dat WWE, maar ook niet bij, hij is 2 keer bij NXT geweest en daarna bij een of andere onderbond. Ja. Wat mooi is, want jij King Mo was de eerste die dat ging doen. Inmiddels zie je meer MMA-vechters die overstap maken. Hè? Eerst hadden natuurlijk Brock Lesnar, die kwam de omgekeerde route, die kwam naar de MMA toe. We hebben inmiddels Ronda Rousey, Paige VanZant, zijn er nog een paar die het of de overstap maken of erbij willen doen of wat dan ook. Wat een van de dingen die me altijd bijgebleven, wat jij altijd zei, van wat WWE of wat zou het showboss heel goed doen. En wat wij heel veel van kunnen leren, en daar ben ik inmiddels ook van overtuigd, is de verhaallijnen bouwen. Dus dat ze karakters bouwen en verhaallijnen bouwen, waardoor je geïnvesteerd raakt in de vechters. En wat de enige organisatie die dat volgens mij echt doet op die manier, een beetje, is UFC. Zie jij daar ook wel gelijkenis in? Ja. Het verschil ertussen natuurlijk, bij WWE is niet erg als je een keertje verliest. En je mag een keer verliezen, want het zit waarschijnlijk in het verhaallijn. Ja. Dat heb je? Ja. UFC, ja, ze kijken, er komt iemand bijvoorbeeld als die Conor, die heel snel, heel populair wordt. Dat pakken ze met beide handen aan. En dan pushen ze. Net zolang tot ze zichzelf een beetje eigenlijk, onhoudbaar maakt, hè. Als je bijvoorbeeld een zo'n dranghek door een bus gooit waar gewoon mensen in zitten. Ja. Ja, dan. Koek, koek. Ja, dan kennen ze niet anders meer. Maar ze proberen het wel, weet je. Dan gingen ze bij die Khabib. En toen die gingen worstelen met een beer en weet ik veel wat. Waar ook een paar mensen ook even met een beer proberen te worstelen. Dat hielp even wat minder af, zeg maar. Snap je? Dus ja, dat doen ze. Maar ja, zoals nou, die Khabib die zei, ja, ik stop ermee. Ja, hij probeert er weer zijn eigen dingen een beetje omhoog te brengen. En hij probeert er een beetje ook, weet je, een beetje een verhaal van te maken, maar het komt niet echt van de grond. Nee. Hun hebben ook gewoon scriptschrijvers. Ja. Klaar. Ja. Je moet het zo doen. Dat ben jij. Boom. Klaar. En je houdt je gewoon in je lijn en zolang je op camera bent, doe je dat. Weet je, de buiten moet je zelf weten. Maar ja, zolang jij, weet je, en ze pakken alle delen van de bevolking aan. En er komt zeg maar een sterke uit voor, dus je kan je identificeren met diegene. En dat zou bij het kickboksen natuurlijk ook kunnen. En vroeger bij de K1 had je dat veel meer, want dan had je bijvoorbeeld de Final 8. Ja. Hè? En er waren 8 verschillende mensen. De ene deed karate, die kwam in zijn karate pak aan. De andere kwam met zijn kung fu pak aan. Ja. Weer een kwam met zijn kickboxbroekie. En al die verschillende karakters. En die gingen dan met elkaar vechten. En, weet je, en daarom was het volgens mij ook altijd zo goed bekeken. Ja. En dat was natuurlijk toen ook de eerste waar ze een beetje gingen betalen. Dus ja, dan keek je nog.
En ja, ik weet nog wel hoor, want we kwamen dan bijvoorbeeld uit Engeland, dat Melvin en Kees reis gevochten. En dan meteen kijken, dan moest je kijken bij Daily Motion en weet ik veel wat allemaal. En dan kon je dan de wedstrijden zien, wie had gewonnen of wie niet. En waar ze het ook heel goed deden altijd, was bij Pride. En, zeker. Snap je? En bij Pride ook dan, als je nou gewoon goed kijkt, die Fedor is natuurlijk een geweldige vechter. En hij heeft tegen heel veel goeie gestaan. Maar hij heeft tegen heel veel niet goeie gestaan. Ja. En er was toen ook nog geen internet. Maar dan vocht hij voor tegen de goot. Die had Zulu. Die had 2 stoelen nodig in een vliegtuig. Die, die moest op 2 weegschalen wegen. Want deze een heel... kijk, ze hadden natuurlijk ook... Die weegschaal was die koeien op wegen. Of een vrachtwagen. Hadden ze ook kunnen doen. Maar hun zei, nee, die moet op 2 weegschalen. Anders knappen ze. En die moest dan op 2 weegschalen staan. En die gozer, die had gewoon... Die had geen... oogwit, maar was helemaal geel. Dus het was al niet zo... Maar ja, de gozer moet heel erg sterk zijn geweest als hij je te pakken had. Maar ja, voordat hij je te pakken had. En het duurde langer dan 22 seconden. Dan was het over. Maar ja, hij trok hem naar de grond en buikte hem in elkaar. En iedereen vindt het geweldig. Ja. Snap je? Dus daar vind ik ook, dat komen we ook een beetje tekort eigenlijk bij het kickboksen. Ja, kunnen we gewoon een hoop leren. Want de contrast dan ook met afgelopen zaterdag, hè? Het bruggetje wou ik te maken met Glory. Waar jij 2/3 van de fightcard voor je rekening nam. Iemand moet het doen, hè? Ondanks, er waren maar 3 partijen, maar in 2 van die 3 partijen was jij. Met Cookie, hier laatst nog te gast. Ja. En met Plasibat in de rematch tegen Kebabes. Ja. Hoe was dat überhaupt zaterdagmiddag om 3 uur te knokken? Met die jongens. Nou ja, aan de ene kant anders. Ja. Anders. Het is weer naar vroeger, hè. 11:30 samen. En ja, ik wil altijd op tijd zijn natuurlijk. Dus, maar ja, oké. Okay, weet je, vecht is vecht. En ik maak me niet uit waar, wanneer, hoe, wat. Het is wat het is. Weet je. Kijk, als je in Japan bent. Nu waren iedereen mocht 3 mensen mee nemen. Ja. Nou, dat is ook allemaal gedaan en er waren nog misschien 5, 6 verdwaalden die er zaten. Maar als je gewoon goed kijkt in Japan had je ook hetzelfde aan volume aan mensen. Iemand riep af en toe, Banner! Ja. Banner! That's it. Snap je? Dus het maakt niet zoveel uit. En en natuurlijk tijdens de corona hadden we het ook. Ook natuurlijk vaak in die stille stadions moeten vechten. En als je dan gewoon, we konden weer vechten. Dat is voor mij altijd het belangrijkste. Ja, dat sowieso. En, ja, niet, ja. En corona heb je het ook wel meegemaakt. Maar toch, het gevoel is anders nu. Corona waren dan toch, ondanks dat er geen publiek was, waren dat toch het gevoel van een groot evenement. In de avonduren, op prime time zo gezegd. Nu sta je dan om 3 uur 's middag. Ja, het voelde toch anders. En jij zegt, knok is knokken. Dus voor jou maakt geen verschil. Maar merkte je aan de vechters dat het voor hun wel anders was? Of? Nou, ja. Kijk, toevallig zijn zowel Antonio als Cookie heel makkelijk. Weet je niet? Dus die zijn gewoon netjes op tijd. Die komen gewoon, we moeten dit doen, we moeten dat doen. En ik heb in de loop der tijd een goed team om me heen. Natuurlijk met Oscar, Walter en Milano. En Miro, die is dan altijd bij... En Ronald is dan altijd bij Cookie. Miro's bij Plasibat. En die weten wat ze moeten doen. Dus dat loopt allemaal gesmeerd. En dan gaan we zo in elkaar op. Dat het niet uitmaakt wat voor tijd het van de dag is eigenlijk. Ja. En want daarna moest ik nog eventjes naar Jordan Piqueur. Shaggy, die moest nog even vechten. In Noordwijk Raad. Ja. Dus we moesten nog eventjes een paar boetertjes pakken hier en daar. om op tijd te zijn, zeg maar. Ja. Jij zaterdag gekeken, Rida, naar Glory? Ja, ik was onderweg ook naar Arnhem, maar dan voor Infusion. Dus ik had onderweg in de auto eventjes gekeken, maar het zag er inderdaad wel gek uit. Het was apart. Maar de wedstrijd waren leuk. Ja, de wedstrijd. We laten met Cookie beginnen. We maakten zijn Glory debuut, dus we waren allemaal heel benieuwd hoe dat zou gaan en zo. Dat ging heel goed. Hoe vond jij dat hij deed? Ja, redelijk goed, ja. Ik was blij voor hem. Ook blij dat sommige dingen er eigenlijk een beetje bij me uitkomen. Ja. Want hij is... hij is vaak een beetje te aardig. Te zacht aardig. En dat gaat er nou een beetje uit. Dat heb even geduurd. Ik heb even moeten zoeken. Maar ik denk dat ik het er wel gevonden heb nu met hem. En hij...
ja, was ik blij om. En die Engelse jongen, ja, die... Ja, dat ja, ook eentje zeg die, maar. Ja, het was niet het allerbeste natuurlijk. Maar ja, hij woont wel op knock-out van genoeg jongens. Bijvoorbeeld die Claudio Istrate. Dit, ja, dat is, weet ik veel, hoe kan ik dat het beste vergelijken? Ja, ja. M uit. Ja, ja. Weet je wint er wel van, maar je moet wel even winnen. En, ja. Die sloeg je ook even makkelijk weg, dus ja. En na de goede harde rechtse, ja, als wij lang waren dat neutraliseren. En Cookie die kan ook een stoot hebben. En daarvoor dacht ik altijd dat ze voort van, nou, we nemen gewoon veel stoten tot die andere niet meer kan. En dan nemen we het over. Ja, en ik zei, nou, laten we het gewoon even anders doen. Weet je, als je verder komt, word je erop afgestraft. Dus, nou, dat ging nou goed. Die heb, geloof ik, op één stoot liep hij opeens. Ja. Kijk meteen naar het plafond. Nou, toen was hij er weer. Dus ja, hij heeft het voor de rest heel goed gedaan. En dan hopen dat hij vaker opgeroepen wordt. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Snap je? Het is, hij wordt wat sneller. Dus in mijn ogen was hij altijd een beetje een trage, zwaar gewicht. Maar ja, je zag het. Je moet er niet oplopen. Maar... Want er zit ook jouw hoofd achter de voren. Ja. En als hij dat maar lang genoeg blijft geven, dan komt het vanzelf goed. Ja. Als je zegt van het begint er eigenlijk uit te komen bij Cookie, wat we eruit proberen te halen, heb je dan over het technische aspect of juist over het gebied van het killer instinct? Jij zegt hij is af en toe wat te lief. Ik heb hem hier op de bank gehad. Ja. En wel, hele lieve, rustige, aardige jongen eigenlijk inderdaad. Waarvan je moeilijk, als je hem zo hoort praten, moeilijk kan voorstellen dat een killer in de ring is. Ja, nou, het is een beetje van beide. Hè. Het is beide. Dus hij is wel heel leergierig. Hij wil het wel graag doen. Hij wil het wel goed doen. En soms, dan lukt het niet of zo. Maar ja, en dan opeens maakt hij hele grote stappen. En dat agressieve, dat komt er nu een beetje aan. Maar ja, het is ook niet onlogisch, hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, je hebt hem hier op de bank gehad. Hij heeft zijn verhaal verteld. Nou, dan weet je ook dat die jongen, kijk, dat is zo voor mij gebeurd. Hoe moet je zo iemand, zeg maar, tussen hakjes straffen? Ja. Anders vecht je niet. Is dat het ergste wat er kan overkomen? Of, anders krijg je een klap. Oké. Ja, doe dat maar, weet je. Dus je kan, dat kan niet. Maar ik denk dat ik wel wat gevonden heb. Ja? Ja. Wat dan? Ik denk dat ik wat gevonden heb. Dus, ja, ik zeg, voor mij een keertje... Ik zei, ik vond dat hij zijn best niet deed. En dat vond hij niet leuk om te horen. Gewoon even beschaafd gezegd, zeg maar, voor de radio. Dus toen later ook, opeens 2 weken na of zo. En toen zei hij van, nou, ik doe echt wel mijn best, ook al denk jij soms wel niet. Ik dacht, oké, wacht even, dus ik eet je wel. Okay? Ja, dus dat is... Ja. De trigger. Ja, nou ja, kijk, hij ziet het nu ook, hè. Ik ben toen, hij was toen gekomen eigenlijk als sparringspartner voor Badder. Ja. En wat mij opviel, is dat hij niet terugsloeg. Dus ik denk, ja, zulke sparringspartners wil ik ook wel hebben 3 keer in de week. En, maar hij kwam wel gewoon steeds terug. En hij was netjes op tijd. En had alles keurig netjes. Netjes zijn trainingskleren opgevouwen, gestreken. En, dan gaat hij ze rustig neerleggen en dan gaat hij het even aantrekken en eigen dingen even rustig wegleggen. Oké. Nou, dan gingen we trainen en dacht ik van, nou, als je nou gewoon kijkt, hè, heb alles om een zwaargewicht te worden. Ja, hij is lang, hij heeft lange armen, lange buiten, zulke poten. Snap je? Hij is niet dik, gewoon een grote gozer. 120, 125 kilo, soms 117. Het ligt er net aan welke bakjes ze voor hem gemaakt hebben, denk ik. Nou, en alles wat je hem vraagt, hij doet het gewoon. Het is niet als ik zeg, ja, je moet je daar eens een keer opdrukken. Dan zeg je van, nou, ik doe er 800, is het ook wel goed. En blijf gewoon rustig net zo lang liggen dat hij het gedaan heeft. Dus het is, was in mijn ogen onmogelijk dat daar geen vechter van gemaakt kon worden. Hoe doet hij dan op de training? Want hij traint natuurlijk wel met twee van de beste heavyweights die er zijn. Hoe doet hij het tegenover hem? Nou ja, dat kwam dus verteld. Toen zat ik met hem te praten een keer. Ik zei, je moet gewoon aanhaken.
En gewoon je best doen. En het gat wordt vanzelf klaar. En dat is wat hij doet. En hij doet zijn best. En dan is hij heel, weet je, en soms lukt het niet. Ja, dan kan je dat niet. Ja. Mooi. Mooi. Mooi ook die tweede wedstrijd met Plazabat. Ook een rematch met Kebabes. En de eerste keer had hij al op KO gewonnen. En ik vond persoonlijk dat de wedstrijd was die ik misschien nog wel een keer had willen zien. Maar niet per se nu al. Maar oké, dat zo gaat het soms. Dat moet je wat uitkiezen. Ik vond wel dat hij, en ik weet niet of jij het met mij eens bent, dat hij nu misschien minder slim vocht dan de eerste keer. Het lijkt alsof hij gewoon daar wilde gewoon gaan staan en het wilde uitslaggen. Maar dan moet ik ook eens even kijken. Dat, ook het zou zeggen dat die Tarek is gewoon een lastige gozer. Zeker. Dat begint het mee. Die kan enorm veel hebben. Die blijft maar naar voren lopen. Dus het lag hoe hard hij hem slaat, waar hij komt lopen. Nou, oké. Okay. Dan hadden we net van Arno toen van hem gewonnen. Dat was zeg maar een beetje weer. Dat was goed. Maar er zijn van die wedstrijden, daar wil je niet te veel van hebben. Maar niemand wou tegen die Tarek vechten. En bij ons was het werd het zo'n beetje gebracht van: oké, nou ja, je bent wedstrijd en dit en dat. En tegen Tarek, alweer. Dus Tarek's eerste wedstrijd weer meteen een rematch. Ja, alweer. Oké. Okay. Is er geen ander? Nee, er is geen ander. Ja. Wat dan? Nou, gaan we even praten. Nee, je moet toch tegen hem vechten. En ja, ik snap niet dat niemand tegen hem wil vechten. Tenminste, ik snap wel dat ze niet tegen hem willen vechten. Maar ja, kijk, okay, ik bedoel. Nou waren er afgelopen zaterdag. Zo zie ik het dan weer even zakelijk. 6 mensen die wel gevochten hebben. Misschien niet tegen de tegenstander die ze wilden. Maar ze hebben gevochten, positief, negatief. Ze hebben toch weer die wedstrijdvoorbereiding gehad. Ze zijn alweer een stapje verder gekomen. En ik moet ook zeggen, Tarek was ook beter als de eerste wedstrijd. Ja. Hij had ook, een plan. Werkte niet allemaal, maar weet je, je ziet wel dat er een plan was. En Plazabat, kijk, wij, ons was eigenlijk gewoon de wedstrijd tegen Rico beloofd. Ja. Ja. Als je dan niet, ja, dan kun je kiezen of niet vechten. Ja. Ja. En dan wacht je zometeen, weet ik veel, een jaar. En dan, weet je, dan komt opeens iemand anders voorbij. Een Elser of een Bader die zegt, nou ja, ik wil naar tegen Rico. En dan. Ja. Ja, zo gaat het vaak door Swatchy Kaakse. Dat is een leuke. Met dat hij achterhoofd heeft, met dat die partij tegen Rico er misschien aan zit te komen, is het wel een risicopartij. Want in Tarek kan je ook een hengst van je hersens geven dat je hem verliest. Ja, en dat je kans weg is. Dat is zwaargewicht vechten. Maar moet ik dan die jongen gewoon in de kast zetten? Of in bubbeltjes papier wikkelen, plastic op de bank leggen voor als hij van de bank afvalt? Of... Nee, je moet er gewoon. Laat, het is heel simpel. Je moet er gewoon gaan staan. Je moet gewoon gaan uitdelen. Iedere keer als iemand komt. Dat is mijn mening. Hè? En dat is. Kijk, Glory is onze baas. Dus als ze je werk geven. Dan zeggen ze, ah, is goed. Wie? Oh, die. Oké, is goed. En dan moet je het gewoon zo goed mogelijk afzien te brengen. En als je echt de onovertroffen nummer 1 bent. Wat ik denk wat Plazabat is op dit moment. Hè? Dan moet iedereen dus die eronder staat. Moet je verslaan. Ja. Die moet je dan gewoon zeggen, nou oké, het wordt moeilijk, het wordt lastig, het wordt vervelend. Maar ja, we gaan er maar voor, snap je? En zo dik is de spoeling ook weer niet dat je zegt van, nou weet je wat, geef eens een laagje met 12 namen of zo. Dus dat is niet. Er komen wel weer jongens aan. En ja, en natuurlijk met die samenwerking met Infusion en die Ravens zitten niet zoveel van die zwaargewichten, maar het zal wel even leuk zijn. Dan, dus dan moeten we gewoon zeggen, we waren toch al aan het trainen. Nou, kop, we trekken hem even door. En dan met die Tarek, als we die nu hebben gehad, ja. Kijk, ik denk als ze nou bijvoorbeeld zeggen, wanneer Glory doet in juni geloof ik weer organiseren. Ja, willen we nog een keer tegen die Tarek? Ach, dat, weet je, ja, dat zou het een beetje raar zijn. Maar ja, oké. Je hebt het laten zien, er was niks anders. En er was ook niks anders op tv. In mijn opinie zijn er ook niet echt zwaargewichten geweest die gevochten hebben dit weekend. Dus die zwaargewichten stonden in het pitje. En als we dan alle twee gewonnen hebben,
Nou, dan hebben we dus eigenlijk gezegd, jongens, hier zijn we. Ja. Ja. Klaar. En ja, ook die wedstrijd van Bestati, hoor. Dat is ook een leuke wedstrijd om te zien. Goede wedstrijd. Is ook goed gevolgd. Zeker. Dus ja, dan heb je dus eigenlijk, als je nou weer kijkt, dan heb Glory toch weer een goed visitekaartje afgelegd. En ik begrijp natuurlijk dat het heel zuur is voor al die mensen die een kaartje hadden gekocht in Hasselt en een pay-per-view hadden gekocht. En die waren Jamal zien, dat Jamal er niet op stond. Ja. Maar ja, als hun er niet uitkomen, ja, wat moeten we dan doen? Nee. Snap je? En dat is wat jammer is. Snap je? Dus ja. Dat begrijp ik. En maar ja, er zijn ook heel veel mensen die... die bijvoorbeeld Charlie wel willen zien. Dus die hadden nu... Dat stond, daar hadden we niet voor betaald, maar die krijgen we toch even gratis. Ja. Dat was gratis. Ja, goede wedstrijd. Nou, we nemen ons van toch gratis. Ja. Gratis is altijd goed. Ja. Ja. Had je wedstrijd van Bestati ook gezien? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, want we zitten hem op zijn lip natuurlijk. Ja. Met Stoyan. En ik had Stoyan meegenomen, die zat vooraan. Ja, Balkanpatser. Dus ja, ja, ik zeg, we moeten gewoon zitten en ja, wie weet. Ja. Dat ben je. Het is natuurlijk raar. Hij wordt niet uitgenodigd door de kampioen. Dat is de raarste kampioen in mijn geloven. Maar even laten zien dat we er waren. En waarschijnlijk krijgen we nou een wedstrijd. En dan zal misschien nog een wedstrijd krijgen. En dan staat, is er meneer Bestati aan de beurt. Want het staat 1-1, dus wie weet. Ja. Mooi. Heel even over Plaatsenbart nog, want hij verdedigde zijn inderdaad zijn nummer 1 positie. Hij deed ook sinds zijn postcard interview Rico nogmaals uitdagen. Wat een lollig moment was, maar even serieus, de wedstrijd moet er gaan komen. Maar wanneer weten we niet, want Rico heeft gezegd, hij vecht maar 1 keer dit jaar. En dat is niet in Glory, dat is op zijn eigen entertainment avond. Dus dat kan er zo wel gaan duren. Ja, ten eerste gaat hij daar op wachten of als er tussendoor een wedstrijd weer komt. We kunnen het ook daaruit zeggen. Ja. Dan heb je echt entertainment. Is dat een optie? Is dat een optie? Ja, voor ons wel, hoor. Ja? Voor ons wel. Als Glory ook even een beetje meewerkt, die gooit die belt op het vuur en we gaan niet meer uit gaan halen. Ja, dat is het rare, hè? Want Rico, hij gaat vechten met een gebied, dat weet dan niemand. Ja, en Dirk Kuyt gaat vechten, maar dat weet ook echt niemand. Ja. Wil ik wel, hoor, trouwens. Maar dat is... Ja, waarom? Maar zou hij dat willen? Want dat is niet voor de belt. Nee, misschien kan het wel voor die belt. Dat weet je niet. Nee. Maar ik wou er niet... Kijk, ik begrijp natuurlijk wel... Rico kan er ook niks aan doen. Want die had het... Kijk, zo'n gala wat hij gaat organiseren... Dat organiseer je ook ruim van tevoren. En dan is het heel vervelend natuurlijk dat steeds... Want die wedstrijden van Glory werden ook steeds uitgesteld. Hè? In de corona en de buiten. En ja, opeens hebben we gezegd, nou, wij doen dan onze show. En dat moet het kickboksen gaan veranderen, verbeteren. Weet je, een beetje entertainment erbij. Oké. Okay. Nou. En dan... Dan zegt hij, ja, mijn dansboekje is vol. Nou ja, oké, okay, dan... Volgens mij, volgens de regels, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar volgens mij moet hij zijn gast belt weer voor oktober verdedigd hebben. Dus dat gaat dan ook niet gebeuren. Dan is de vraag, pakken ze de belt af, Maken ze hem vakant, dus vechten wij weer tegen iemand anders. Misschien weer tegen Tariq voor die week. Dat gaan ze nooit doen. Ze gaan nou die belt van die wel afpakken. Ja. Ik kan me niet voorstellen. Waarom niet? Kijk, het is toch eigenlijk heel simpel, denk ik. Als je die belt wel afpakt. Stel je voor, je pakt hem wel af. Hè? Ja. En we gaan weer even terug naar Dobby Dobby hier vooral. Toch? Naar de verhaal uitschuiven. Oké, okay. Je pakt die belt af. Plaziebad vecht tegen. Weet ik veel, noem maar iemand. Tjava Wilnis. Ja. Toch? Of Alistair mag ook. Nou, we winnen de titel. In januari is Rico weer beschikbaar. Of in februari. Dan komt hij weer terug. Dan krijg je champion versus champion. Wat een mooi plaatje is dat dan. Ja. Het zijn twee kampioenen tegen elkaar. Hoe vaak zie je dat bij Glory? Zie je ook niet. Dus dat is ook weer iets om over na te denken.
Ja, daar ben ik wel met je eens. Qua verhaallijn misschien wel. Aan de andere kant, Rico is natuurlijk wel de posterboy van de organisatie. Ah. 8 jaar lang is hij ongeslagen de kampioen. Ik geloof niet dat ze hem dan, omdat hij dan 1 keer zijn belt niet heeft verdedigd, dat ze hem dan gaan strippen. Nee, regels aan regels toch. En wat zou je vinden van een heavyweight toernooi? Nou, daar ben ik al echt al, nou het zal het wezen, 1 jaar of 12 mee bezig of zo. Want zeggen van luister, gewoon een zwaargewicht toernooi. Net als het bij Japan was, weet ja, je krijgt je gage, iedereen krijgt zijn gage om te vechten. Want dan krijg je, maar dan vecht ik 3 keer op een avond en dan krijg ik minder, dat klopt, als je, zeg maar, niet wint. Ja. Maar ik denk namelijk, als je gewoon zegt van, laten we er een open inschrijving op doen. En zeg bijvoorbeeld later, het is nu is het in mei, we trekken er 1 jaar voor uit. Of we doen het in december. En iedereen kan zich open inschrijven. Hè? Dus alle zwaargewichten, dus je kan een zwaargewicht. En dan kun je zeg maar eliminatie. En in september heb je dan uiteindelijk de laatste 16. Ja, want dat was bij de KN ook, meestal eind september. Voor die tijd kan je nog kwalificeren in een toernooitje of weet ik veel wat. En dan zijn er gewoon 8 jongens die bestaande 8 zwaargewichten. Misschien ook een paar half zwaargewichten, een fucking tof. Zou wij kunnen doen, een Tavares bijvoorbeeld. Zou erin mee kunnen doen, want die wordt ook langzaam iets zwaarder. Dus, of hij kroopt zijn shirtje iets krappen, maar dat denk ik niet. Ja, ja, maar als die hier dan gewoon mee doen en je zegt, oké, is goed, luister, we gaan het even aanpakken. Deze tijd, vroeger had je $400.000 en toen stond de dollar op 2,9 gulden. En we maken daar gewoon 1 miljoen euro en dan gaan we even kijken. En dan is het aan iedereen toch om mee te doen. Ja, dat zou toch mooi zijn. Snap je? En dan krijg je een mooi toernooi met Alistair, Badr, Rico, Plazibat. Wie heb je nog meer? Jamal. Jamal heb je er al 5. Dan heb je die Katinas, Tariq. En? Benny, tuurlijk. Dat zijn er 8. En die vechten dan bijvoorbeeld tegen jongens. Hun eerste, de laatste 16 tegen Cookie. Die Raul Katinas. Noem het maar op allemaal. En die kunnen ze hebben. En misschien, wat ik zei, en Tavares, een fucking tof. En misschien komt er nog eentje van Infusion aanwaaien. Die had ook een zwaar gewicht. Die Slovaak, geloof ik. Ja, die waren voor Cookie toen tegen de finale tegenvocht niet. Nee, oh, die Martin Pakas. Pakas, ja. Ja. Zo'n jongen. En dan heb je natuurlijk nog een paar reserve mensen nodig. Dan heb je nog wel een paar zwaargewichten in Nederland. Levi in de rondlopen. Nou, Levi ook erbij natuurlijk. Die was ik even vergeten, sorry. Nee. Weet je, dan heb je toch weer wat moois. Maar heb je ook weer iets om naar uit te kijken. Dan heb je eigenlijk die spanning toch? En dan wil je niet. Je wil niet. Hoe heet dat toen natuurlijk? Hè? Je wil niet slippen onderweg. Nee. He, want je moet dan vanaf nu ongeslagen blijven om er naartoe te komen. Ja. En doe het eens een keertje, weet ik veel. Net als of je doet het zo rond Sinterklaas met de KN was. Of je doet het op 31 december. Ja, eind van het jaar. Je hoort toch ook wel eens een keertje moe van die ADA-conferences, denk ik. ADA-conferences. Nou, maar zoiets, dat is toch prachtig. Ja, ja, ik hoor, je hebt natuurlijk een paar jaar geleden hebben ze 1 keer zo'n 8-man-toernooi gedaan. Ja, dat was zonder de meeste grote namen daarin. Toen Jamal dat toernooi uiteindelijk won met 1 hand. Maar ik, ze hebben nog een keer toernooi gehad. Ook met Jamal. Ook met Saki. Met Sam Schild. Maar toen deed ze meteen met 16 man. Ja. Maar dat is met die, maar dat vond ik dan wel met die 2 minuten rondes en zo. Nou, en dat was de eerste wedstrijd. Dat was de eerste wedstrijd was 3 keer 2 minuten. Ja. En daarna kwamen we de 3 keer 3 minuten. Ja, maar ja, we hadden die eerste wedstrijd 2 minuten. Vochten we ook tegen een gozer. Ik wist niet eens hoe die heette. Ik noemde hem steeds Uba Ruba. Dus ik dacht, dat was het makkelijkste voor mij om te onderhouden. Nou, en dan, ik weet nog wat. Zo is het, nou, als we van deze man verliezen, dan stop ik hem mee. het duurde 1 minuut 10 of zo. Maar oké, dan moesten we ook draaien. En toen hadden we Braddock Silva. Om er weer even een oude koe uit de sloot te halen, zeg maar. Weet je? Maar ja. En daarvoor had je. Daarna troffen we Sam Schild. Ja. In de halve finale. We waren ook al dichtbij. Ja.
kan gebeuren. Ja, ik vond niet echt dat we... Ik ben wel over die aanslag gediscussieerd een paar keer, maar... Want. Ik wil even naar de tijdmachine, Mike. Oké. Okay. Ja, de tijdmachine was onderdeel waarin onze gast, jij in dit geval, de kans krijgt terug te gaan in de tijd naar een moment waarvan je denkt, dat wil ik nog een keer opnieuw doen. Het kan een moment zijn dat je zo tof vond, dat je de euforie nog een keer wil meemaken. Kan ook een moment zijn van, dat heb ik echt wel een beetje verkloot. Dat moet beter kunnen. Dus ik zou zeggen, stap in en waar nemen we ons mee naartoe? What we're gonna do right here is go back, way back, back. I'll be back. Verkloot. Het mooie was... Nee. Dat was mooi en we hebben het verkloot tegelijkertijd. Ja. En de eerste keer was in de arena tegen Sam Schild. Met Badders, ja. Dus we hadden ik had een tactiek bedacht. Dat we Sam in de eerste minuut meteen ging aanvallen. Vol erop. Door die afhouder heen. Die Sam is lang. Een beetje moeite altijd met afstand in te schatten. Uh-huh. In het begin, maar als hij je op eigen ingeschat had, dan... Ja, dan was je vaak even de lul. Ja, denk ik, en dan gaan we niet er gewoon... We gaan erin, we gaan er door en dan gaan we van de zijkant en dan... Weet je, en dan ja... Dus, nou ja, dat... Dat deed Badder geweldig die avond. En die loopt door twee van die afhouders heen, zeg maar. En die begint te raken. En die begint opeens naar de cycle te gaan. En mensen zeggen, ja... ordinair straatvechten. Nou, we hebben het allemaal... tot in de puntjes uitgedacht, nagedaan. 500.000 keer. Je weet hoe ik ben. Dat moet dan een keertje geoefend worden of 500.000. En dat was gewoon geweldig. Er kwam ook zo'n... Omdat in de arena heb je het niet rond het publiek, maar je hebt het aan één kant. Ja. En dan komt er gewoon een muur van geluid op je af. Ja. Dus heb je zo'n druk. Het is ongelooflijk. Wat een ontlading. Dat is natuurlijk geweldig. Alleen 6 maanden daarna staan we in de finale. Wat ik gewoon weer tegen Schild. Weer tegen ze. Daarvoor hadden we natuurlijk al... We hadden daarvoor al 2 finales gehad. Terwijl ze met... het iets makkelijker, maar het 8-11 gaat tegen Remy. Dus, en die vergat het even af te maken. En we hadden natuurlijk tegen Alistair. Die wist het ervoor. Maar ook daarvoor weer tegen Karev. En Karev was eentje... Ja, die was een kickbokser. Dus ja. Hij ging eerst rustig kickboksen met je. Maar nu kwam hij gewoon van de stad af, kwam hij meteen aanvallen. Nou ja, wacht even. Dus in één keer, die piek moet omhoog. Nou, dat doe je daarna tegen die Alistair. Nou, die hadden we ervoor van verloren op, hoe heet het? Bij Oud en Nieuw. Ja. Op Dynamite. En daar zat ook weer een verhaal in vast, zeg maar. En toen stond hij in de finale tegen Sam Schild. Ja, wat gaan we doen? Oh. En ik zeg, nou, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen of hetzelfde gewoon doen wat we de vorige keer gedaan hebben. Ik denk dat hij erop berekend is, maar je weet het nooit. Maar als we gewoon weer nog gaan kickboksen op afstand, dan wordt het echt lastig vanavond. Hè? Want hoe verder we komen, en die Sam Schild, die heeft natuurlijk, weet ik veel, 500.000 van die karate toernootjes gedaan. S'ochtends om 7 uur wegen. En dan 12 keer naar die mat toe. En, dus ja, die is het wel gewend. Wij zijn niet gewend. Wij zijn explosievechters. Dus, weet je, oké, is goed. En toen hadden we pech dat de raken stoten niet hard waren en... De niet-raken stoot was hier al, weet je niet. En die er afgelaat, of hier net al langs laat. Die harde stoten waren net mis. Of net aan het eind van de stoot, dus je wordt geraakt. Snap je? Dus je krijgt het ding in je gezicht, maar that's it. Dus er komt wel zweet vanaf. En iedereen roept oeh, maar je weet allebei, ik heb je niet hard geraakt. En jij weet toch, dat die stoten zijn. En je ziet ook die Sam in het begin ook. Ja, en opeens heb je te pakken. En dan, ja, dan verliezen we dus eigenlijk op die tactiek. Ja. Snap je? En dat is eigenlijk het enige, ja, dat ik zeg van ja.
goed en niet goed. Ja. Weet je niet, we verliezen erop. Want ja, het is, de andere kant is natuurlijk ook dat aanvallen, dat kost zoveel kracht en zoveel conditie. Snap je, eerst moet je door de muur heen en overal moet je, en ook al, weet je, raakt die half en raak je op je schouder. Weet je, er zit een impact in. Van heb ik jou daar en dan moet je er doorheen en dan ben je er doorheen en dan moet je ook nog eens een keer slaan. En dan moet je nog een keer raak slaan. En als je raak geslagen hebt, dan moet de volgende komen voordat die van hem komt. Snap je? Maar ja, die man heeft zulke tenen of zo. Die afhouden, die daad zo over je pens. Bang. Dan ga jij maar even zitten. Ja, weet je, en wat er ook is natuurlijk, wat misschien velen niet weten, ik heb vaak met Sam zitten praten. Hij is ook heel intelligent over vechten. Ja. Snap je wat in het begin zegt? Ja, die man die maakt het hele spel dood. Ja, bekeek het gewoon anders. Weet je, hij zegt gewoon, ja, luister, ik doe wat ik doe om het zo snel mogelijk af te maken. En ja, of het mooi is of niet mooi is, ja, als je maar zit is het goed. Nou, daar heb ik toch gelijk in. Is het ook de spijt van die keer dat je misschien nooit dichterbij bent geweest met Badr om die K1 te winnen dan toen? Nee, de keer ervoor ook. Tegen Raimi. Ja, maar dat was natuurlijk een heel raar einde, hoe dat eindigde. Ja, dit is wel simpel. Ja. In de eerste ronde had het spel even iets omgedraaid. Dus in plaats van aan te vallen, lieten we Raimi komen. Nou, dat ging goed. Eerste ronde, een beetje. Toen liepen we op 8 tellen. En we verdwaalden ook. Ik bedoel, Raimi is niet een geweldige bokser, maar bij de liep erop. En daarvoor had hij natuurlijk die klap van Zimmerman gehad. Ja, want hij had toen eventjes die rondjes tegen Zimmerman gedaan. En daarvoor had hij de slagveld met Peter gehad. Dat kost ook wel veel kracht. Dus ja, een verdwaalde stoot. Waar was die verdwaald? Maar je ziet hem niet aankomen. Nee. En dan hoeft het niet hard te zijn. Om toch eventjes die 8 tellen te moeten nemen. Nou ja, toen de tweede ronde. Ja, wat gaan we doen dan? Nou, we moeten deze ronde winnen. Hè, dat is dan het plan. Dan ga je de tweede ronde winnen. En je gaat de derde ronde winnen. Om in ieder geval de verlenging eruit te halen. Hopelijk 8 tellen geven. Dus de tweede ronde gingen wij hem laten komen en dan counteren en doorcounteren. Nou, dan ging hij over en weer. Hij had een, ja. Ja, en toen, ja. Ik weet niet wat er gebeurde. Hij ging op zijn hoofd staan, daarnaast eigenlijk een beetje. En ja. Zonde. Ja, en Raimi blijft liggen. Ja, nog dus Oscar voor gehad, toch? Ja, wat zo'n ding, een raspberry, geloof ik. maar ja, oké, weet je, ja, wat zou je zelf doen in de situatie? Ik weet het niet. En dat was eigenlijk de reden waarom we toen, even later, tegen Ellison moesten vechten. Dan kan je wel op zich lazen, jongens. Je kan betalen je niet uit, of je moet tegen Ellison vechten. En als Ellison vecht, krijgt hij Ellison een nieuw contract. Maar ja, Badr lag helemaal in elkaar. Ja. Ik zei, ja, wat moeten we doen? Hij zei, nou ja, het is deel gemaakt als ze dan die tweede wedstrijd ook meteen betalen. Dan doen we het, als we in het vliegtuig zitten. Dus we gingen erin met, we zijn geloof ik op 20 december voor het eerst gaan trainen. En toen de tijd, moet ik ook eerlijk zeggen, had Alistair niet een geweldige periode in zijn carrière. Maar ja, nadat hij van ons gewonnen had, kwam hij weer omhoog. En toen ging het weer goed met zijn carrière. Nou ja. En daardoor was die wedstrijd het jaar later tegen Ellison zo beladen. Ja. Want tegen ze van, oké, laarschap, oké, ja, je hebt gewonnen. Oké. Hè? Eerlijk is eerlijk. Hè? Want dat vind ik ook altijd, je kan ook wel alles erbij gaan halen. Maar dat is niet de reden waarom je niet wint. Weet je, je stapt de ring in, oké, je wint of je verliest. En als iemand dat wint, moet je niet zeggen, ja, je hebt gewonnen. Maar wij moesten van elkaar in vechten, wij moesten dit. En anders had, nee, niks ervan. Je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Maar ja, hij begon een beetje zo zijn eigen leven te laden. Ik zeg, wacht even. Dit moet even anders, hè. En toen, nou, komen hem nog wel een keertje tegen dan, als hij dan toch in die kaaien blijft. En we komen hem in de halve finale tegen.
Ja, dat zijn we allemaal op het sterkst. Ellison was ook supersterk. Want die pakte die. We begonnen en toen hadden we wel ook wat dingetjes wat je als je bijt pakt. Dan moeten we dit doen en dat doen. En, nou, hij pakte bij de bijt en bij de gooit. Gooit hem in die hoek en hij kijkt zo naar hem. Ik kijk naar hem. Ja, wat doe je, jongen? Sta op. Weet je niet, sta op. Weet je, het is code rood. Je moet, weet je. Ja. Nou, we hadden altijd van die paar woordjes. Als ik dat zei of dat, dan weet je van oké, okay, het is goed, nou moet ik. Weet je, als ik een code rood. Hey, alles overboord, man. Weet je. Ja, dan hoeft het ook allemaal niet zo netjes meer. Dus, nou, dus toen de tweede keer, dan pakte hij bijna, toen werd het al wat anders. Toen werd het al werd er niet gegooid meer. En kwam de scharige ertussen. En toen, ja, en, nou, en toen kwam natuurlijk in alles, dan kwam opeens het kickboksen naar boven. En dan, dat kan Badros geen ander natuurlijk. En die sloegen we eerst even die achttel recht door het midden heen. En toen had er al, nou, dan moeten we nu even druk erop zetten. Maar dat kost ook weer natuurlijk, want je gaat erin. Ja, je kan zo'n man krijg je niet met een klapdraad. Dat je denkt bij je eigen van, nou ja, weet je wat, ik bedoel, ik slaaf een mug dood of zo. Ja, nou, je moet gewoon, alles moet vol erop. Nou, en dan uiteindelijk gaat die draai, die trapt erin, pam. En die schade komt tussen. Klaar. Nou, kan je, dus dan loop je helemaal gehyped, lopen we terug en dit en dat. En dan komt echt de finale. En dan komt Stad Zweem Schild te wachten. Ja. Ja, die dingen die. En dan nog met die wedstrijd van daarvoor. Dus ja. Ja, kan je erop trainen? En ja, ik denk het wel. We hebben erop getraind. We hebben er meer dan op getraind. Ja, maar dat is ook de onvoorspelbaarheid van het toernooi, toch? Dat is, ja. Ja, en dat maakt ook het toernooi zo mooi. Ja. Alles kan gebeuren. Ja. Je weet natuurlijk in zo'n toernooi. Blijf er uiteindelijk het mooiste is als je een droom halve finale hebt. Dat je gewoon de nummers 1 tot en met 4 in die halve finale hebt staan. En die vechten. En daarna komt de finale eruit. Ja. Mooier kan het dan niet, hè? Want daar zit je dan lekker met je zakje chips in je colaatje. En dan zit je met de spanning in de bilnaad. Want dan heb je een heerlijke avond. En als je er toevallig nog bij kan zijn die avond, dan heb je helemaal de beste avond. Want dan voel je ook die emotie uit die ring komen. Ja. En dat je denkt bij je, ja, hey, ho. Snap je? Want je voelt het al als je er naartoe gaat. Dat je denkt, hey, wacht even. Hey. Dit is geen voetbalwedstrijd, hè, vandaag, hè? Hele stadion vol, iedereen. Je hebt die lange catwalks along. Walkouts had je in de dingen, in de Gelderdome bijvoorbeeld. Ja. En dan kom je en dan kom je die trap op. Ja. Nou, dan zie je al die telefoontjes, al die lichtjes. En je hoort allemaal schreeuwen en gillen en ja. Ja. Ja, geweldig. Hier, kippenvel in de tijd. Ja, dat is toch, dat zijn toch de mooie momenten. Waar je het wat doet, kortom, heel anders dan Glory afgelopen zaterdag. Om, ja, maar het hoort ook bij het werk, hè? Zeker. Je, dus, uiteindelijk gaat het om het vechten. Ik wil nou het laatste onderdeel toe, Mike. Okay. Het is het onverprezen maand Fightmore! Maar Fightmore is ons onderdeel. Je ziet het daar op het scherm. Ja. Je weet de maand Rushmore van de vechtsport. Ja. Ooit door Marloes en mijzelf zo samengesteld. En van links en rechts natuurlijk Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Bloeming en Bruce Lee. En onze vraag aan jou is, wie moet er aan jou maand Fightmore? Hoeft niet een van deze vier te zijn, maar als er eentje is in jouw leven die van belang is geweest, wel liefst voor de vechtsport of jouw inspiratie is geweest, wie zou jij dan nomineren? Lastig. Mag er maar één? Mag er ook meerdere, maar het begint met één. Het eerste begin. Ja, Mount Fightmore. En het moet een kickboxer zijn of nou, een mag wel iemand die jou in de vechtsport heeft geïnspireerd? Of als voorbeeld? Oké. Okay. Oh. Geïnspireerd? Nou, ja, luister. Het is nog even verder gegaan als dat. Gilbert Ballantien. Ja. En ik heb het plezier gehad om hem ook te mogen trainen. In de tijd dat ik een trainer was, dat allemaal niet meer maar kon. En ja, ook een wedstrijd voor begeleid. De laatste wedstrijd van hem tegen Ramon Dekker. Ook die is een paar keer vechter in China geworden onder mijn training. Ik ging nooit mee, ik kon niet mee, ik mocht niet mee. Ik wist het allemaal niet. Hij kwam bij ons werken bij de spielotheek en dat had hij ingevuld onder andere de sport.
Daarna tegen een wereldkampioen kickboksen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk is een grap. Hier moet je dronken Engels eruit gooien. Je dronken gasten 110, 130 kilo. En ik ga niet zaken over een kilootje meer of een kilootje minder. Of, en nou, toen zijn we gaan trainen. Hij, zijn broer Stuart Ballantine en Dylan Gravenberg. En nou, dat ging hartstikke goed. En zo zijn we een beetje gaan trainen. En opeens zeg maar in het ding waar Moesiet in zat. Heel lang daarvoor zat Gilbert en hij had een assistent nodig en dat weet ik. En toen nam ik steeds meer lessen over en ben ik leraar geworden. Dus Gilbert Ballantine. Gilbert Ballantine, een geweldige vechter ook. Ja. Zou jou, weet jij wie dat is als we het daarover hebben? Nee, maar het klinkt als een inspirerende man. Ja, ja is nog steeds... Als je hem nou nog ziet lopen, voor mij nog steeds hetzelfde lichaam van 30 jaar geleden of zo. Topfit is hij inderdaad. Die man is super fit en is gewoon, die komt gewoon, die heeft ook zijn hele leven gewijd aan het vechten. Ja, wat zou ik heel wat doen zijn, 58 misschien? Ja, ik denk het wel. Ik denk die 58 is. Ja, geweldig. En gewoon, en omdat hij natuurlijk had een beetje een omdat hij komt uit de kraten, dus hij had een beetje apart stijl. Stel ik altijd aan het huppelen en die man was overal, die was overal onderin. Stond hier, daar, stond hij achter je. En hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Dat is niet normaal. Man. Drie keer tegen Ramon Dekkers gevochten, twee keer gewonnen daarvan. Ja. Onwaarschijnlijk. Ik ben er nog een keer bij hem geweest om een item te maken voor Veronica ooit. En toen kwam bij hem thuis in een, even een hele trofeekamer in zijn huis, waar hij alles toch heeft. En dan kwam hij zo'n plaatje waar hij dan met 100 keer tegen aanslaat, 1000 keer, weet ik veel. Dat doet hij nog steeds elke dag, dat is schitterende vindt. Ja. Ja. De hele kamer voor heb ik gewoon zeer zijn medaille nog van een judo-wedstrijd. Dat gaat allemaal niet weg. Wordt ook een keer in zoveel tijd allemaal even gepoetst. Op zijn gemakkie. En als hij dan echt wil ontspannen, dan stapt hij op zijn motor en dan rijdt hij een stuk. En dat vindt hij, dat is genoeg voor de rest. Ja, een geweldige man ook, rustig. Schitterend. Dus dat is Rijn. Mooi. Zoals altijd, Mike, we kunnen volgens mij nog uren doorpraten. Ja. Het is nu al tijd. Nu alweer tijd. Ik zou gewoon zeggen, zullen we het gewoon nog een keer doen? Ja, je weet het. Je bent de eerste. Ik ben altijd bellen. Je bent het meest geweest. En ik vind het altijd een genot om met je te praten. Maar dankjewel. Dus, dankjewel dat je er weer was. Ja, het plezier is aan mijn kant. Ik doe het graag. En ik vind dat er eigenlijk meer van dit soort dingen moeten zijn. Waar mensen gewoon lekker kunnen vertellen over de kickboksen. En zonder rem erop. En dat het ook begrepen wordt. Dus iets vertelt, weet je. En dat mensen... gewoon een keer mee kunnen maken hoe mooi het sport eigenlijk is. Want dat vergeten ze voor. Schitterend. Alleen maar liefde. Ja, toch? Dankjewel, Rita, dankjewel. Jij gaat komende week vast wel ergens de ring in, denk ik. Ja, met niemand minder dan Gilbert. Je gaat met Gilbert Eiffel. De Hurricane. Ik weet niet of ik volgende week nog terugkom op deze bank. Als een landje gekend hebben. Ja, dankjewel. In ieder geval op een knappe sportschool. Ik zei, laat Gilbert een beetje helpen, want ik heb een maandag heb ik hem weer nodig met de goudkoop. Bedankt, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Je weet wat we te volgen zijn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En dan zijn we de volgende week weer. Oeh!